Heb jij last van angsten, bepaalde angsten? Nee, maar ik ben wel geschrokken toen ik vanochtend dat las, dat zeg maar 1 op de 4 Nederlanders die is depressief. Hm. En 43% van onze studenten, hè, ja, die is depressief. Ja. En daar hoort dan ook bij angstaanvallen en drugsgebruik, alcoholgebruik en ADHD. Maar 1 op de 4 gasten, ja, die heeft ze niet allemaal goed onder controle. Dat vind ik toch wel erg veel in zo'n landje, hoor. Die psychische problemen zijn natuurlijk gewoon een spiegel van de samenleving. Van hoe wij de samenleving hebben ingericht. Want je hebt het nou over jongeren, maar ook de armoede zorgt voor mentale problemen, voor stress. De hele ontwikkeling met social media, die druk die je hebt. Bakkers en slagers die de rekeningen niet kunnen betalen. Ja, dus eigenlijk is het een hele logische ontwikkeling, wel zorgelijk. Maar er is dus 1 op de 4, er is er 1 aan tafel die... Wilfred, hè? Het gaat vooral ook... Ja, natuurlijk, ik heb ook allerlei angsten en paniekaanvallen gehad. Maar nog steeds, of niet? Nou... Ik ben er wel vatbaar voor. Maar waar ben je dan meest vatbaar voor? Nou, als ik bijvoorbeeld in de Kuip kom en er zijn heel veel mensen en dat is niks voor mij. Ja, maar dat is een soort claustrofobie misschien. Weet je nog die keer, René, dat we dat optreden deden bij Heerenveen? Ja, ook zo, ja. Dan zaten we een heel vol stad, was jij bij. En jij zat die anekdote over de gebroeders Anker vertellen. En later vertelde je, ik heb maar naar 1 ding gekeken. Maar daar nooduitgang. Ja. Al die mensen, dat komt... Binnen. Dat was in de tijd dat Heerenveen nog 1500 sponsors had. Ja, het was enorm druk. Zo, helemaal vol met mensen. Donderdagmiddag, man. Ja. Toen heb je nog een paar familieverhaaltjes verteld over de familie Anker. Ja. Ja, die gingen er goed in dan. Nee, daar moet je bij zijn geweest. Sorry, excuus daarvoor. Heb jij wel stress eigenlijk? Jawel. Ja, niet met dit werk eigenlijk. Nee. Niet? Maar met je kinderen denk ik wel eens. Nou ja, je bent wel bezorgd. Dat soort zaken. Ja, oké. Of dat stress is, weet ik eigenlijk niet. Nou, Ad en ik hebben het wel, hoor, samen. Als de witte, maar drinken als de witte wijn op is vlak voor de Formule 1 begint... dan slaat er totale paniek toe. Ja. Kan je even Ad even bijschenken? Ad gaat dat? Nee, dat redt hij niet, hoor. Want Ad wordt depressief van een leeg glas. Kijkglas moet altijd half vol zijn bij Ad, anders wordt het niks meer dan.